Volgens het Consumentenakkoord voor Energie moeten leveranciers bij elke wijziging van het voorschotbedrag uitleg geven aan hun klant over de berekeningswijze. Bovendien is er een wet in de maak die een eenzijdige verhoging van het voorschotbedrag door de leveranciers aan banden legt. Bij verschillende leveranciers heb je ook de mogelijkheid om zelf het voorschotbedrag aan te passen in de online klantenzone. Als verbruiker ben jij natuurlijk zelf het best geplaatst om te weten wat voor jou financieel haalbaar is. Maar je doet er goed aan om een voorschot te betalen dat financieel haalbaar is. Dat is afgestemd op je verbruik om een gepeperde eindafrekening te vermijden. Omgekeerd heeft te veel betalen ook geen zin, want bij een eventueel faillissement van je energieleverancier wordt het moeilijk om het teveel betaalde bedrag te recupereren.